Het is maandag 11 februari en wij besteden vanavond aandacht aan de VVD Katwijk. Het vertrouwen in fractievoorzitter Anita van Ginkel is opgezegd door de fractie en het bestuur. U krijgt alle informatie en reacties van diverse betrokkenen. Ook aandacht voor de citymarketing in Katwijk en ook in Kees Wassenaar is het vertrouwen opgezegd in zaken het cultuurpodium Katwijk. Dit en meer in de speciale editie van het RTV Nieuws. Goedenavond. Afgelopen donderdagavond werd de pers geconfronteerd met een persbericht van de Katwijkse VVD. Daarin wordt gemeld dat het bestuur en de fractie van de VVD het vertrouwen in haar eigen fractievoorzitter Anita van Ginkel heeft opgezegd. Dit is het persbericht waar het om draait. Opvallend is de regel: er is van Ginkel dringend verzocht haar raadzetel ter beschikking te stellen. Volgens de echtgenoot van Van Ginkel is op deze manier druk uitoefenen geen goede zaak. Het uitoefenen van druk om een zetel op te geven mag niet. Nou is het natuurlijk altijd zo dat dat stiekem gebeurt. Maar het bizarre hier is dat er om 8:30 een persbericht uitging waarin fractie en bestuur dringend hebben op Anita gedrukt hebben om dat die zetel op te geven. En gisteravond heeft zelfs de voorzitter, ene meneer Nico Hoogdalen, die heeft zelfs gezegd, ik wil mijn zetel terug. De zetel is gewoon altijd van een individu. En dat is absurd. En ik neem ook aan dat de burgemeester hier toch de VVD, fractie en bestuur hierop aan gaat spreken. Want dit kan staatsrechtelijk niet. En dit is zwaar over de schreef. En de leden zullen hier natuurlijk ook, want dat zijn liberalen, dat zijn democraten, die zullen hier natuurlijk ook kritische opmerkingen over maken. Je mag dit gewoon niet doen. Dit is zwaar over de schreef. Dat waren de woorden van Henk van Ginkel, de echtgenoot van fractievoorzitter Anita van Ginkel. Mevrouw van Ginkel was zaterdagochtend nog niet in staat om de pers te woord te staan. De donderdagavond verliep heel anders dan mevrouw van Ginkel had gedacht. We spraken verder met haar echtgenoot. 8:10 werd haar gewoon meegedeeld in de fractie dat er een onherstelbare vertrouwensbreuk was. En heel gek genoeg ook of ze haar zetel ter beschikking wilde stellen. En de druk op haar uitgeoefend, ook gisteravond nog door de voorzitter, om dat te doen. Nou, dat kwam als een donderslag bij heldere hemel. Want er was inderdaad wat spanning geweest in november. Dat was uitgesproken. Dus ze is heel nieuwsgierig. En dat is ook bizar. Waarom zo'n zware maatregel? Iemand een fractie uitzetten, iemand een partij uitzetten, zonder dat ook de leden erbij geconsulteerd is uitgevoerd. Wij hebben wel natuurlijk een vermoeden. In november heeft de heer Stegman geprobeerd Anita af te zetten. Dat is een discussie geweest. Daar is uitgesproken van, nou, we gaan dat koninklijk doen. Dat is ook in het belang van de VVD. We gaan een ledenvergadering natuurlijk uitschrijven. Daarin wordt vastgesteld wie voor de volgende verkiezing natuurlijk de nieuwe politiek leider wordt. Anita was ook echt wel bereid om te stoppen of het zij op een tweede plan te staan. Ze had dan nog helemaal geen beslissing of ideeën over genomen. En dat was ook eigenlijk het idee. We wachten af wat er gaat gebeuren. Er komt een ledenvergadering en we horen het oordeel van de leden over een aantal dingen. Waar ging het dan over in november? Wat was de reden dan? Nou, dat zal nog later bekend worden. Anita die moet zelf eerst, en dat is ook koninklijk en daarom sta ik er ook op uw verzoek. U had veel research al gedaan en om wat vragen te beantwoorden. Maar zij moet donderdag inderdaad natuurlijk eerst verschijnen en dan zal ze daarna bij u in het programma verschijnen en de reden van die novemberkoep nog eens duidelijker uitleggen. Zo verliep de donderdagavond. Hier in de studio is ook verslaggever Carolien van Egmond. Zij heeft het de afgelopen dagen samen met de redactie allemaal onderzocht en gevolgd. Carolien, een hele goede avond. Goedenavond. Ja, hoe hebben jullie dat nieuws ontvangen? Zit je rustig op de bank en dan komt er een telefoontje of een appje. En dan met dit nieuws, nou, dan gaan alle bellen rinkelen natuurlijk. Dan zoek je ook contact met je collega's van radio, is intensief mee samengewerkt. Wij zijn gaan bellen, gelijk met de VVD-fractie. Die zaten op dat moment nog in bespreking, dat werd achteraf duidelijk. Telefoons stonden uit, voicemails aan. Mevrouw van Ginkel was zo overdonderd, die heeft ook op dat moment nog geen reactie gegeven. Alleen van, ik weet niet waarom ik ben weggestuurd. Dus die donderdagavond hadden we nog niks. Vrijdag zijn we wel gaan bellen met de heer Udo en met diverse fractieleden van de VVD, Rozier, De Mol en Stegman. Die hebben een korte reactie gegeven. Mevrouw van Ginkel is later dan ook nog aan het woord geweest.
Kortom, het was een hele hectische dag, maar je wilt natuurlijk het nieuws boven water krijgen. Tot nu toe is het een topje van de ijsberg. Ik denk dat we nog heel veel zullen krijgen. Maar tot nu toe hebben we aardig wat reacties kunnen peilen. En van de VVD-fractie en van mevrouw Van Ginkel. Ja, je noemde net al even ik hoorde zijn naam voorbij komen. Is er aanleiding geweest waarom de wethouder is meegegaan in het besluit van de fractie? Ja, wat ons betreft, we hebben wat research gedaan. Is dat speculeren, maar mevrouw Van Ginkel is haar eigen wethouder. Heeft ze behoorlijk aangevallen. Kun je over discussiëren, goed of niet goed? Meneer Udo is onder andere aangesteld in dat college om die Westerbaan nou eens een keer goed voor elkaar te krijgen. Dat is nog steeds een heikel punt. En na 3 jaar zijn we eigenlijk nog niks opgeschoten. Nou, daar was ze denk ik een keer klaar mee. Dat heeft ze openlijk ook gedaan tijdens een van de raadsvergaderingen. Dat kan natuurlijk de druppel zijn voor meneer Udo. We hebben meneer Udo ook gebeld. Hij wees alles van de hand. Hij was er niet bij betrokken gisteravond of donderdagavond. We werden verwezen naar de woordvoerder van de VVD en naar de fractie. Meneer Udo was er dus niet bij betrokken. Nou, dat verhaal ligt dus duidelijk anders. Hij was dus wel betrokken. Hij was donderdagavond wel bij die vergadering met de fractie en het bestuur. En ook meneer Stegman geeft een reactie over de rol, de mogelijke rol. Of Henk Van Ginkel, die geeft een reactie over de mogelijke rol van de heer Udo. Vermoeden, Anita heeft kritiek geleverd op hem tijdens de laatste begrotingsbehandeling. Dat is bij hem zeer slecht gevallen. U weet, Anita heeft gekozen toen voor een wethouder van buiten, omdat Katwijk nogal gesloten naar binnen was en alleen de burgemeester eigenlijk naar buiten trad. En er moesten toch echt externe problemen, externe lobby's opgelost worden. Nou, dat was de Westerbaan, dat was het belangrijkste dossier wat hij moest oplossen. Anita vond dat hij dat op dit moment niet goed deed, dat hij echt ook kansen liet gaan. En ik denk dus dat hij daarbij betrokken is, ja. Maar het is gewoon een coup-poging, hè? Het is eigenlijk een beetje bij de Zuid-Amerikaanse coup-poging. Ook de planning is zeer professioneel. Er schijnt zelfs een communicatiestrategie volgens u te zijn. Het is buitengewoon idioot om dit als in een liberale partij te zien. Het is de VVD eigenlijk onwaar. Maar we hebben natuurlijk ook de nieuwe fractievoorzitter Stegman van de VVD om een reactie gevraagd. Want waarom kwam de VVD pas na 4 dagen met een verklaring? Nou, het is in de eerste plaats een persbericht waarvan de inhoud lijkt mij vrij duidelijk is. We hadden geen behoefte om daar nog verdere toelichting aan toe te geven. Er wordt toch flink druk nu uitgeoefend om nog wat te zeggen. Dat doen we dan ook. Maar ik vind donderdag tot maandag vind ik wel heel redelijk. Maar u kunt verwachten na zo'n besluit, het is geen besluit wat je op één dag neemt, dat er veel reacties vanuit de pers daar vandaan komt. Ja, maar bij ons gaan natuurlijk wel de partijleden voor. Die moeten eerst netjes geïnformeerd worden en pas daarna gaan we terug naar de pers. Dus daar hebben we wel even de tijd voor genomen. Maar er is wel een persbericht gestuurd, dus de pers was al eerder geïnformeerd. Nou, het is duidelijk dat dat persbericht klaar was. We wisten ook dat dit kon gebeuren en hebben dat ook op dat moment eruit gestuurd. Maar er waren nog allerlei opties open op die avond. Kijk, het is simpel. Een fractie kiest uit haar midden een voorzitter. Dat kan iedereen zijn. Ieder fractielid kan dat zijn. Dat was altijd Anita van Ginkel. Nou, op een gegeven ogenblik was het vertrouwen in Anita van Ginkel weg. Daar zullen we zo meteen nog wel even over spreken, neem ik aan. En toen hebben wij Anita van Ginkel duidelijk verteld dat wij niet met haar door konden gaan. En op dat moment waren natuurlijk nog alle opties open. Op dat moment had Anita van Ginkel ook een stapje terug kunnen doen. Gewoon in de raad kunnen blijven zitten. En het voorzitterschap aan iemand anders overlaten. Maar Anita van Ginkel heeft daarop gereageerd zoals ze daar op gereageerd heeft en is de zaal uitgegaan. En daarna hebben wij het persbericht snel geschreven en eruit gestuurd. En vervolgens zijn we de leden van de VVD gaan informeren hoe het afgelopen was. Mevrouw Van Ginkel werd donderdag overdonderd door dit besluit. De heer Stegman kan zich dit niet zo goed voorstellen. Nee, niet zo heel goed. We hebben natuurlijk, een fractievoorzitter de wacht aan zeggen is natuurlijk zo'n beetje het ergste wat je als politieke partij kunt doen. Dat is echt vreselijk voor mevrouw Van Ginkel. Die heeft dat niet verdiend, want die is altijd een hele goede trouwe VVD'er geweest en heeft hard voor de partij gewerkt. Het is ook vreselijk voor ons. Het brengt duidelijk schade toe aan de partij. Dus zoiets doe je echt niet eventjes op een avond. En in een of andere vorm mag ik zeggen dat het een proces is geweest van toch wel meer dan een jaar specifiek in de laatste 4-5 maanden zijn er toch voortdurend gesprekken geweest. Ik denk dat we in totaal het fractievoorzitterschap van Anita van Ginkel een keer of 5 aan de orde hebben gehad. Eerst intern in de fractie, vervolgens met het bestuur van de VVD erbij. Daarna nog een keer met de fractie en het bestuur gecombineerd. Vervolgens is er nog 1-op-1 gepraat tussen allerlei fractie- en bestuursleden. En uiteindelijk was dit het resultaat. De heer Stegman legt ook uit wat er misging tussen mevrouw Van Ginkel en de fractie.
Wat er gebeurde was dat Anita van Ginkel een brief had geschreven. Die wilde ze naar de Katwijkse Post sturen, een ingezonden stuk. En dat ging over de ChristenUnie en over Klaas-Jan van de Bent. Het was een soort lesje in het staatsrecht. Anita van Ginkel is van meerdere kanten aangeraden om dat niet te publiceren. Niet alleen vanuit haar eigen fractie. We hebben ook specifiek aangegeven welke passages in die brief voor ons onverteerbaar waren. Wat er vervolgens gebeurde was dat in de krant een stukje verscheen van Anita van Ginkel zonder die gevraagde passages. En onder het pseudoniem Henk van Ginkel verschenen al die gevraagde passages. Nou, dat zat de fractieleden niet lekker. Als iemand de partij naar buiten vertegenwoordigt, de fractieleden vertegenwoordigt, ja, dan moet je natuurlijk niet op zo'n manier gaan opereren. Toen hebben we stevige afspraken gemaakt met Anita van Ginkel. Werkafspraken, zoals die in elk bedrijf of in elke instelling ook normaal zijn. En een van die afspraken is dat als jij als fractievoorzitter namens alle fractieleden optreedt, dat doet een fractievoorzitter, en je komt naar buiten met de een of andere mededeling, je communiceert, dan moet dat met alle fractieleden zijn afgesproken. Dat lijkt me een redelijk normale, duidelijke regel. Nou, wat er vervolgens gebeurde is dat Anita van Ginkel zich daarbij herhaling niet aan hield. Er waren een tweetal best forse incidenten op dit gebied in november. Die zijn toen besproken, dus dat is misschien de decembertermijn waar u het over hebt. Er zijn weer werkafspraken gemaakt. Eerst hebben we onderling met de fractieleden en Anita van met de overige fractieleden en Anita van Ginkel samen gepraat over het probleem. Toen we daar niet uitkwamen, hebben we het bestuur van de VVD erbij ingeschakeld. En vervolgens zijn er weer werkafspraken gemaakt, die zijn weer bevestigd. En die werden zeer korte tijd daarna weer doorbroken door een communicatie waar... Caroline, toch nog even terug naar jou, want wat heeft de VVD nou voor belang om die zetel van mevrouw van Ginkel op te vragen? Nou, dat is een heel interessante kwestie, daar heb ik de afgelopen dagen even over gebogen. Anderhalf jaar geleden, heel tragisch, overleed de heer Kriebrul, fractielid van de VVD. Op de lijst stonden toen nog de heer Rozier en daarvoor de heer Jaap de Mol. Jaap de Mol was de eerstvolgende. Aan hem is voorgelegd of hij die plaats in wilde nemen. Enkele dagen bedenktijd heeft de heer de Mol nee gezegd. Je kan je afvragen, die weg is nu wel dichtgeslagen door mevrouw van Ginkel, want zij houdt haar zetel. Maar stel je voor dat zij dus had gezegd, je mag de zetel hebben, zou de Mol zo terug kunnen komen? Waarom dus nu wel? Waarom willen ze zich zo graag die zetel? De Mol had misschien graag op de stoel van Ginkel willen zitten en ruimtelijke ordening willen hebben. Nou, van Ginkel, dat was toen iets in vragen. Zij bleef zitten en meneer Rozier stroomde in. Alleen nu staat meneer de Mol nog op die lijst, want die is heel klein. Maar de deur blijft dicht voor de Mol. Dus ook een hele interessante kwestie. Misschien dat dat de reden is dat ze graag Jaap de Mol binnen willen halen en de zetel graag naar de VVD. De heer Stegman reageert op die zetel. Waarom die drang om die zetel op te zeggen? Mevrouw van Ginkel is gekozen op een lijst van de VVD, afdeling Katwijk. En daar zijn we allemaal op gekozen. De VVD is een partij en als je op de lijst van de partij staat, dan zit je voor die partij in de raad. Het is weliswaar formeel zo dat je door je eigen kiezers gekozen wordt op je zetel en die kunt meenemen. U ziet het wel, dat gebeurt regelmatig ook in de Tweede Kamer, dat er van die afsplitsingen zijn. Maar de partij mag wel vragen of ze in het partijbelang die zetel aan de volgende op de lijst zou willen afstaan. Dat hebben we gedaan. Dat volgde overigens na lange discussie over een situatie waarin ze gewoon het fractievoorzitterschap had kunnen neerleggen en gewoon als fractielid verder was gegaan. Daar waren wij heel erg tevreden mee geweest. Ook hebben wij een reactie gevraagd aan de heer Van Ginkel over de rol van Stegman. Ik denk dat hij de man is die inderdaad hier deze koep, achter deze koep zit. Hij heeft zelf 20 stemmen gehaald. Is ook door de ledenvergadering op de kandidatenlijst op nummer 5 gezet. En je krijgt nu het bizarre dat de nummer 5, die niemand in Katwijk kent, vervangen wordt door degene die de verkiezingsoverwinning heeft gehaald van 3 naar 5. Degene die de coalitie heeft medegevormd, dus haar woord gegeven heeft. Degene die overal verschijnt in Katwijk, iedere uitnodiging accepteert en volgens mij het redelijk goed doet. Er waren geen onoverbrugbare meningsverschillen tot nu toe geweest die dit soort harde, extreme maatregelen rechtvaardigen. Hoe reageerden eigenlijk de andere fractieleden, Caroline? Nou, naar mijn beleving hebben de fractievoorzitters van andere partijen, die zijn ingelicht door de meneer Stegman of door de voorzitter van de VVD. Raadsleden hebben dat nieuws gehoord en gezien via de social media, Twitter en Facebook. Onthutst. En ik heb twee mensen gevraagd om een reactie voor de camera. Dat is Jan van der Plas van de SGP en Hans Vingeling van Gemeentebelangen.
Dat is van zeer merkwaardig dat je buiten een fractievoorzitter om achter zijn rug zo'n beslissing gaat nemen. Dan moet er wel iets aan de hand zijn. Ja, dat moet dan nog uitgelegd worden, maar ik begrijp het helemaal niet. Ja, zeer verrast. Daar staat in die laatste mail, las ik zelfs van dat Anita er tot geloof ik op gisteren helemaal zelf niet vanaf wist. Ja, ook verrassend natuurlijk, maar goed. Nou, de afgelopen periode merkte je wel dat er soms wel oneenigheid een beetje was binnen de partij. Alleen al doordat ze bij stemmingen mensen er anders in zaten. Dus we kregen wel het indruk dat het niet altijd een eenheid was binnen de partij. De raadszetel opgeven, ja, dat is natuurlijk eigenlijk alleen aan Anita zelf. Die vraag is gesteld, dat wordt natuurlijk altijd gesteld. En binnen de fractie zal het natuurlijk moeilijk zijn om nog door te gaan. Maar de raadszetel opgeven, ja, ik weet niet hoe zij daarop reageert natuurlijk. Dat weet ik niet. Formeel hoeft dat natuurlijk niet. Dan zou ze natuurlijk als de lijst van Ginkel door moeten gaan. Maar aan de andere kant, ik wacht dat met spanning af wat er gaat gebeuren. Want het is natuurlijk ook voor de coalitie, is dat ook van invloed natuurlijk, van is zo'n partij dan nog wel geloofwaardig? Ja, deze week is de gemeenteraad. Hoe gaat die eruit zien? Spannend. Ja, spannend. We kijken natuurlijk allemaal naar mevrouw van Ginkel. Zij komt aankomende donderdag in die raad. Er zal een plaats voor haar gezocht moeten worden. En gewoon heel benieuwd. Maar meneer van Ginkel heeft daar ook zo zijn verhaal over. In de eerste plaats zal Anita donderdag moeten gaan zeggen natuurlijk dat zij, dat is niet haar keuze geweest nogmaals, uit de raad gezet is. In de tweede plaats zal ze moeten bevraagd worden als de oppositie dat aanvraagt, dat debat, want dat moet de oppositie dan doen, van steunt u deze coalitie? Als Anita nee zou zeggen, dat kan ik nog niet definitief bevestigen, daar moet ze nog over denken, want zij is wel gebonden aan het VVD-programma, daarom is ze gekozen, ze kan niet een andere richting uitgaan. Maar het kan best zo zijn dat de coalitie misschien een andere richting aan het uitgaan is, die anders is dan het VVD-programma, en dan is er misschien dan niet aan gebonden. Nou, dat zou betekenen in zo'n geval dat er maar één zetel, raadszetel, meerderheid is. Er hoeft maar één iemand ziek te worden en de besluitvorming, de vraag is, kan je nog zo doorgaan? Het tweede punt is, ik zei al, Anita is degene die de coalitie gesloten heeft, de onderhandelaar geweest is namens de VVD. Kan een partij het zich permitteren als CDA en ChristenUnie verder te gaan met een partij die zo instabiel geworden is als de VVD? Want ik voorspel dat dit niet in 2 weken, 3 weken opgelost is en dat er nog veel gaat komen. Dus ook dat. En ten derde, dit is nogal zeer onfatsoenlijk allemaal gegaan. De CDA-partij riep ooit eens, fatsoen, dat moet je doen. Kan je regeren met een partij die zo op deze rare, botte manier omgaat met mensen? Dus daar zal in die fracties van ChristenUnie en CDA natuurlijk achter de oren gekrapt worden. Kunnen we zo verder? Ze hebben ook nog maar 8 maanden, 9 maanden te gaan tot de verkiezingstijd uitbreekt. Wil je met een elke keer gaan afdekken het gedonder in een coalitiepartij wat ook niet helemaal zuiver is? Hoe verder loopt de VVD nou eigenlijk schade op door deze affaire? Want laten we het maar een affaire noemen. Ja, je loopt altijd schade op, want een fractievoorzitter wegsturen is het ergste wat je denk ik kan doen en wat je kan overkomen als fractievoorzitter, in dit geval mevrouw van Ginkel. We gaan op weg naar verkiezingen, echt zeker weten hoe groot die schade is. Dat weten we in maart 2014. Programma's worden nu geschreven, kandidaten worden gezocht. De leden van de VVD, die hebben natuurlijk ook nog wat in de melk te brokkelen, want hoe denken zij hierover? En dan de raad, ja, ik vraag me af, hoe gaan de fracties hierop reageren? Komt er nog een debat over de gang van zaken? En hoe geloofwaardig is nu nog de VVD? En wethouder Udo, want die is ook verwikkeld in deze zaak. Kortom, er komt nog heel veel nieuws op ons af. Maar in alle gevallen, iedereen is een verliezer. Dat is de VVD-fractie en dat is mevrouw van Ginkel. We blijven dit natuurlijk ook volgen. We zullen ook de VVD-fractie en mevrouw van Ginkel ruimschoots aan het woord laten. Caroline, voor nu bedankt voor je komst naar de studio en je uitgebreide toelichting. Ja, volgende week natuurlijk meer nieuws. En mocht er meer nieuws komen deze week natuurlijk, dan kunt u de website van RTV Katwijk in de gaten houden. En natuurlijk zaterdag naar Nieuws Magazine luisteren. Maar er was ook ander nieuws deze week. Katwijk maakte in vroege tijden deel uit van de Romeinse Limes, de noordgrens van het vroegere Romeinse Rijk. In Katwijk zijn dan ook veel archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd. De Limes is het grootste archeologische monument van Nederland en staat op de nominatie om voorgedragen te worden voor de UNESCO Werelderfgoedlijst. Op een aantal belangrijke vindplaatsen is een Limes informatiepaneel geplaatst.
Maar op deze vindplaatsen nog beter toe te lichten en letterlijk in beeld te brengen, zijn er op 5 locaties in Katwijk QR-codes aangebracht, waarmee een filmpje over de locatie bekeken kan worden. Door de QR-codes met een smartphone te scannen, kan een informatief filmpje worden bekeken dat uitleg geeft over de locatie en de relatie met de Romeinse limes. De QR-codes zijn op 5 locaties te vinden. Bij de aanleg van de N206 werden hier sporen opgegraven van een Romeinse weg. Die was aan weerszijden voorzien van houten heipalen. Die moesten het weglichaam stevigheid bieden in de weke bodem. Om de voorbijganger te herinneren aan die Romeinse weg is bij de aanleg van de moderne weg een monument gemaakt. Het oude wegtracé is aangeduid met beton en houten palen en gestileerde cipressen van beton doen denken aan Italië, van waaruit de Romeinen hun opmars waren begonnen die hier aan de Rijn eindigde. En dan weer politiek. Ook de city marketing blijft de gemoederen bezighouden. Het plan leek in kannen en kruiken, maar wethouder Binnendijk werd teruggefloten. Het bedrijfsleven zou in het voorstel slechts 10% moeten bijdragen in de financiering. En dat kan bij sommige partijen niet door de beugel. Wij vinden ook dat het bedrijfsleven best wat meer bij kan dragen aan zo'n promotie van Katwijk. Want het rapport doorlezen, dan komt Katwijk er eigenlijk heel goed uit. En ja, wie is er uiteindelijk het meest gebaat bij nog meer toeristen en dergelijke? Dat lijkt me toch het bedrijfsleven in het algemeen. En niet zozeer de burger. Ja, die zal denken van, het is wel gezellig die drukte, maar die hebt er voor de rest eigenlijk geen profijt van. Maar wel het bedrijfsleven. Je kan natuurlijk niet van het ene moment op het andere moment van een sprong maken van een bijdrage van, laten we zeggen, 10% naar 50%. Want ja, we zaten nog in het stadium dat we geleerd hebben van de afgelopen periode. Die hebben positieve resultaten opgeleverd, maar ja, er waren ook duidelijk negatieve kanten aan. Dus dan moet je beslissen om een snelle herstart te maken. En dat vond ik dus, het plan vonden wij goed van het college. We hadden nog wel wat kritische kanttekeningen. We misten de cultuur en natuurbeleving. Nou, nog wat punten die heeft het college gezegd, die nemen we over. Dus wat ons betreft had het gewoon door kunnen gaan. Dus u vindt dat het bedrijfsleven niet zoveel hoeft te betalen? Nou, ik vind wel het streven, hè, dat je zegt, nou, op den duur 50-50 voor het budget voor die marketingorganisatie, hè, die op afstand staat. Het is een samenwerking tussen het bedrijfsleven en de gemeente in de stichting Marketing Katwijk. Het college wil in het nieuwe voorstel een bestuurder voor 1 dag en een citymarketeer voor 3 dagen in de week aanstellen. Ja, dat is weer heel wat er opgezet wordt. We hebben natuurlijk al 2 city managers achter de rug. En dat is jammer genoeg, moet ik zeggen, ook eigenlijk in duigen gevallen. Nu gaan we het weer een keer proberen. En ja, de opzet is gewoon veel te zwaar. Dat moet gewoon met minder kunnen. Niet zo'n bestuur weer, managementteam erboven. Het moet gewoon eens een city marketeer worden die een goede verbinding kan leggen met alle partijen. En dan denken wij dat moet kunnen. De naam van Piet de Vries, voormalig directeur van de Keukenhof, wordt regelmatig genoemd bij dit onderwerp. Hij heeft reeds een plan, in opdracht, geschreven hoe Katwijk zich in de toekomst moet gaan profileren. Ja, nou dat is voor ons ook eigenlijk een vreemde zaak. Dat die al min of meer op de voorgrond gegaan is. Dat hebben we ook in de Katwijkse Post gestaan en zo. Die worden al flink genoemd natuurlijk. Ja, terwijl wij ook eerst zeggen, ja, laten we dit eerst in orde maken. En dan gaan we pas kijken wie de city manager zou kunnen gaan worden. Dus een beetje aan de vlotte kant. Nou, dat was natuurlijk niet zo gek, want Piet de Vries had dus een opdracht gekregen om met allerlei partijen te gaan praten. Om te kijken van, wat hebben we geleerd, hoe kunnen we nou snel weer een doorstart maken. Had hij een prima voorstel al gemaakt. En wat ons betreft had hij dus zeg maar als kwartiermaker met zijn kennis en zijn bagage van zijn onderzoek, hè, gewoon met iedereen te praten, die snelle start kunnen maken. En dan had het voor ons geen probleem geweest als hij een jaar of 2 jaar daar de tijd voor had gehad om ten eerste ook een nieuwe goede citymarketeer te vinden. En de geloofwaardigheid van citymarketing ook bij het bedrijfsleven en bij de politiek weer op orde te krijgen. Dan heeft Daan Binnendijk ook met zijn portefeuille gezwaaid. Ja, dat is ook jammer. Ook weer emotie. Dus in feite ja, is op dat moment hebben het algemeen belang heeft daar niet voldoende de ruimte gekregen. Maar hebben persoonlijke emoties bij de ene kant die partijen die een soort monsterverbond hadden gesloten. En aan de andere kant het college. Dan krijg je zo'n negatief uitslag. Maar dat is niet
ten voordele van de politiek. Ja, maar ja, goed, dat mag hij gerust doen natuurlijk. Maar ik denk niet dat het zover komt. Kijk, het valt niet mee natuurlijk als een meerderheid van de raad op een gegeven moment ja, je toch op een bepaalde wijze terugfluit en zegt van, hou eens eventjes college. Ja, dat moeten we toch eens gaan proberen op een andere manier. Ik hoop dat er nu de emoties wat gezakt zijn, dat er dus weer een goed gesprek gaat komen. En ik denk dat het goed is als die Stichting Marketing Katwijk daar het bestuur van, ook met de partijen die dat amendement hadden ingediend, is om de tafel gaan zitten van, ja, zo kunnen we niet verder, hoe kunnen we wel verder? Burgemeester Wiene heeft laten weten niet meer verder te willen met Kees Wassenaar als programmeur van het theatergedeelte van het beoogde cultureel centrum in het dorp. Wassenaar toonde zich in eerste instantie enthousiast, maar wijzigde onverwacht zijn koers tot verbijstering van het college. Na de onverwachte kritische kanttekeningen van Kees Wassenaar in verband met het nieuw te bouwen theater in Katwijk aan Zee, lijkt de gemeente niet meer verder te willen werken met Wassenaar. Burgemeester Wiene licht toe wat er nu precies aan de hand is. Omdat Tripodia bij monden van Kees Wassenaar heel kritisch was in de richting van de raad over moet je dat doen. Ik zie dat eigenlijk helemaal niet zitten. Dus hebben we alleen gezegd van voor ons is die logica dat zij dat zouden doen, die is verdwenen. En we moeten ons nader oriënteren. Dat betekent helemaal niet dat de deur wordt dichtgegooid of dat we het vertrouwen opzeggen. We zeggen alleen het ligt niet meer voor de hand. We hadden eerst een stuk gezegd wat ligt voor de hand dat Kees Wassenaar dat doet of Tripodia dat doet. En nu zeggen we ja. Het is natuurlijk een beetje raar om te zeggen dat iemand dat moet doen die zegt ik zie het niet zitten. Dus dat automatisme is wat ons betreft is er niet meer en we zullen ons daar nader op beraden. We begrijpen achteraf de commotie, vooral van het college ten opzichte van het inspreken van de 17e. Wij hebben in eerdere gesprekken met het college daar die punten wel gedeeld, maar formeel eigenlijk nooit zo aangereikt. Dat het voorstel van het college ten opzichte van wij willen met Tripodia verder als de programmering in het badcentrum gaat plaatsvinden, dat nu een discussiepunt gaat worden, dat we dat niet zouden willen. We hebben geprobeerd met het inspreken van de 17e onze zorg uit te spreken over het feit dat wij met een zaal van 200 stoelen en een zomerprogrammering, dat daar best wel een hele grote uitdaging ligt. Omdat vanuit de branche er wordt gesproken dat er moeilijkheden kunnen zijn. Nou, wat wij in ieder geval geconstateerd hebben, dat is dat hij zoveel kritische kanttekeningen heeft gemaakt dat hij duidelijk niet gelooft in het concept. En het eerste wat denk ik aan de orde is, dat is ons beeld. Het eerste wat aan de orde is, dat is je hebt iemand nodig die ergens voor gaat en die gelooft in een concept waar die verantwoordelijk voor is. Nou, daar zijn twijfels over. En daarmee is het automatisme dat je aan hen vraagt, wil je dat invullen, is wat ons betreft er niet meer. Maar dat betekent niet dat de deuren dicht zijn of dat wij vertrouwen in mensen opzeggen. We zeggen alleen van dat element uit het oorspronkelijke voorstel, daar maken we nu een nuancering op. Wij willen graag mee blijven denken in het breedste zin van het woord. Of dat nu met een bibliotheek, of dat met mimiek is, of dat met allerlei activiteiten van festivals zijn. Als cultuur gepromoot kan worden, dan willen we dat graag. En als de raad gaat kiezen voor een zaal in het badcentrum, dan zullen wij alles eraan doen om daar een goed plan voor neer te zetten. Neemt niet weg dat wij daar wel zorgen over hebben van hoe ga je dat invullen. Maar ja, dat is een kwestie van goed met elkaar om de tafel zitten en welke mogelijkheden er zijn en welke ruimte wij dan zouden krijgen als we daar de programmering zouden kunnen gaan doen. Het eerste wat wij zeggen is van, tuurlijk, het zou onzinnig zijn om de winterprogrammering in de zomer te gaan doen. Want dat is precies wat hij zei en dat werkt niet. Die mensen die zijn er niet, het is ook niet gebruikelijk. Alleen er zijn in dit land festivals in de zomer, er zijn in dit land in de zomer allerlei activiteiten die op verschillende plekken worden georganiseerd, waarbij je een originele invulling maakt op zo'n plek, specifiek voor die zomerperiode. En dat kan natuurlijk uitstekend. Ik begrijp alleen nu uit de brief die het college heeft gestuurd, dat men de insteek zoals wij dat hadden gedacht, dat zij het meer uit festivalachtige zaken willen hebben. Ik kan me voorstellen, zoiets zoals wij het veld van de verbeelding hebben in de zomer, dat je met slecht weer zulke soort dingen gaat programmeren. Terwijl wij, ja, vanuit natuurlijk onze systematiek van denken, theater, vooruitdenken,
ons vooral hadden gericht op de theatervoorstellingen. Ja, en daar zat een misverstand tussen. Nu is er ook nog steeds het voorstel of het idee van de Baptistengemeente om eventueel een financiële injectie te geven. Spelen de plannen dan van een verbouwing van het Tripodia ook naast de ontwikkeling van het nieuwe theater? Nou, de Baptisten hebben een verzoek gedaan en ook ingesproken en een brief gestuurd met betrekking tot het vergroten van de zaal. Ik denk dat het op zich een heel interessant idee is, omdat je een groep mensen hier binnen hebt, een gemeente die uit haar jasje aan het groeien is. Wij zien het alleen, net als het college, en niet iets dat je allemaal bij elkaar gaat doen en ze gaan zeggen van nou, dan kunnen we daar gelijk een theater van maken. Omdat wij ook vinden dat, wij hebben hier in Tripodia 430 stoelen, dat als je naar 700 gaat, dat je je achter je oren moet krabben of dat voor theater dan nog haalbaar is. Het idee van de Baptisten om eventueel mee te financieren aan de uitbreiding van de grote zaal kan in beide voorstellen. Dus of je nou het culturele podium bij Tripodia zou houden, of je zou het culturele podium in het centrum plaatsen. In beide gevallen kun je het plan van de Baptisten erbij betrekken. En het wordt dus ook nader bekeken. Nou, dat er een vorm van miscommunicatie is geweest, dat geven wij toe. Maar wij zijn altijd bereid om met alle partijen te spreken over een stukje cultuur wat alleen maar vooruit gaat en ten goede komt van Katwijk. Dus wij willen graag weer met iedereen om tafel om goede spijkers met koppen te slaan. Dit was het RTV Nieuws van maandag 11 februari. Meer nieuws kunt u vinden op nieuws.rtvkatwijk.nl of zaterdagochtend bij het radioprogramma Nieuwsmagazine. Voor nu een hele fijne avond.